Een paar weken terug hadden we het er ook over. Een verkeersconflict dat uitliep op een mishandeling, waarbij een man van 57 het slachtoffer werd. De zaak is helaas nog niet opgelost, daarom vandaag nog een keertje aandacht. Het gebeurde aan de Tampico-dreef in de Utrechtse wijk Overvecht. Er is beeld van de twee daders. Maren, vertel nog even, hoe begon die verkeersruzie? Nou, dit speelde allemaal op vrijdagavond 22 maart rond 10:30. Die man die rijdt dus met zijn bedrijfsbus vanaf de Amsterdamse straatweg. Hij draait uit vanaf het parkeervak de weg op. En over een 100 meter verder zeg maar, kwam er een auto met een heel grote, hoge snelheid kwam die aanrijden. En met de seinen, met lichten en toeteren. Dus ik ben gewoon weggereden, want het was ruim te voldoende. De man in de bus rijdt een stukje over de Amsterdamse straatweg en slaat dan rechtsaf de Marningslaan op. De zwarte auto komt naast hem rijden. Toen zaten ze zo gelijk, alle twee, in de auto te seinen, zeg, met de vuisten. Zeg maar, van, joh, dat, ja, we willen wat meer als dat de bedoeling is. Dan gaat de auto weer achter de bus rijden. Ze gaan de Van Hoornenkade op en rijden via de Prins Bernhardlaan naar de JM de Muinck de Keizerlaan. De auto blijft al die tijd de bus volgen. En dan komen ze uit op de Franciscusdreef. Minutenlang rijdt de man dus door de stad in de hoop de mannen in de zwarte auto kwijt te raken. Tevergeefs. Ja, niet normaal. Dat is iemand gewoon de angst op in het lijf jagen, zeg maar. Ja. Ze komen dan hier aan, bij de kruising van de Franciscusdreef met de Orinoco-dreef. De verkeerslichten staan op rood. En beide auto's staan naast elkaar. Ik dacht, nou, dan ga ik het laatste moment naar rechts. Want ik moet ze naar El Salvador dreef. Ga ik het laatste moment naar rechts. Dus er zaten hun op de doorgaande weg. Ik dacht, dan ben ik ze kwijt. Wat doen ze? Ze draaiden om. Ze gingen achter me aan. Dus ze bleven echt helemaal op mijn kant om met bumper rijden. En dacht ik, nou, dan ga ik heel de wijk door daar om ze kwijt te raken. Hij probeert de mannen af te schudden. En dat lijkt hem te lukken. Totdat hij hier bij de Tampico-dreef aankomt. Een doodlopende weg. Dus ik kon niet verder. Ik dacht, ja, wat doe ik nou? Blijf ik in de auto zitten? Stap ik uit? Ik dacht, nou, als ik uitstap en ik bel mijn mensen aan, waarschijnlijk doordat je andere mensen erbij is, dat je niet zien dat ze afschrikken. Maar voor ik de kans krijg om bij de voordeur te komen, toen ging het al zo lang. Op bewakingsbeeld zijn de mannen te zien en te horen. Ja, dus dan betekent dat ook dat het voordeur betekent dat je gewoon zomaar naar binnen kan gaan. Ja, maar. Oh, als je aangeeft en ik sta voor je, dan kun je gewoon niet meer kennen dus. Wat was het, wat was het, hoe dit het, hoe die staat te redden? Wat is in de buurt gaan lopen? Ja, heftig, Maren. De man houdt een flinke verwonding aan zijn gezicht aan over. Hè? Bijvoorbeeld twee tanden was hij kwijt, ook pijn aan zijn rug. Enig idee waarom het juist hem overkomen is? Nee, het is echt ontzettend triest. Hij lijkt echt een toevallig slachtoffer te zijn en heeft gewoon net de pech dat hij met zijn bus voor deze auto met die agressieve mannen rijdt. Ja, agressieve waren ze zeker. Die mannen zoeken we en ze staan dus op beeld. Ja, en op de beelden zien we ze dus één voor één voorbij lopen. Het is donker, dus helaas staan ze niet heel duidelijk op beeld, maar we bekijken ze toch nog even één voor één. Die eerste verdachte is een man met een licht getinte huid. Hij is tussen de 25 en de 30 jaar oud, ongeveer 1,80 meter. Hij heeft een tenger postuur, zwart haar. Hij droeg een grijze hoodie en zijn capuchon had hij op. En daaronder droeg hij een zwart petje. Die tweede verdachte die heeft ook een licht getinte huid. Hij is tussen de 30 en de 35 jaar, ongeveer 1,75 meter. Hij heeft een wat stevig postuur, een zwart verzorgd ringbaardje, grote donkere ogen en beide spraken ze met een accent. Nou, dan hebben we ook nog die zwarte auto waar zij in reden. We denken dat dat een Volkswagen Up is geweest of een Volkswagen Lupo. Oké. Het is belangrijk dat deze mannen snel gevonden worden. Het slachtoffer heeft niet alleen lichamelijke klachten na de mishandeling. Het doet hem ook mentaal veel. Gewoon nergens een zin meer in hebben. Ja, ik ben aan bij gewoon, ja, ik ben al 57, maar ik voel me 44. Tot die 22e, zeg maar. Want het maakt me niet uit, dan moet ik 12 uur werken, 24 uur. Ik had er gewoon altijd zin in. Maar nu moet ik me eigen gewoon zetten, zeg maar, om wat te doen.
Laten we hopen dat het slachtoffer zich snel weer de oude voelt. Wat daarbij kan helpen is dat de daders gevonden worden. Herken jij deze nogal agressieve mannen? Misschien in combinatie met een zwarte Volkswagen Up of Lupo? Of als je getuige van de mishandeling aan de Tampico Dreef in Utrecht? De politie hoort dan heel graag van je. Geef alles wat je weet door via de tiplijn 0800 60 70 of via meldmisdaad anoniem 0800 7000.